In Les Misérables en concert in Vorst ga ik Van Jean zingen, wat voor mij toch wel een fantastische kans is om nog eens in het Frans die productie te mogen meemaken. We hebben dat 20 jaar geleden in Antwerpen ook een aantal keer kunnen doen. En nu, ja, na 20 jaar, ik vind dat een ongelooflijke gebeurtenis eigenlijk. Want het is de eerste keer sedert die tijd dat de mensen de kans zullen hebben om Les Misérables nog eens en concert te kunnen zien in België. In Londen heb ik eerst 3 jaar Valjean gezongen en daarna ook 3 jaar Javert. Om te kunnen kiezen tussen de twee rollen, dat is eigenlijk heel moeilijk. Valjean is een grotere uitdaging, zowel fysiek als mentaal, als vocaal eigenlijk. En Javert is wel een heel aangename rol om zingen, iets dat ook heel dicht bij mij ligt. En ietsje rustiger eigenlijk, het is ietsje makkelijker, je bent minder op het podium. Ik weet nog goed, toen ik het voor het eerst hoorde, en dat is al toch wel een tijdje geleden, vond ik het eigenlijk niks voor mij. Ik had ook een heel andere achtergrond en kende die muziek ook niet. Ik dacht eerst dat iets als Javert bijvoorbeeld veel interessanter zou zijn voor mijn stemsoort. Maar men heeft er mij toen op gewezen dat die muziek die geschreven werd voor de rol van Valjean ook heel interessant kon zijn voor mij. En ik heb dat toen geprobeerd en tot mijn verbazing toen, ik ben er gewoon verliefd op geworden. Het is zo diepgaande, emotionele gecomponeerd, wat ik toch altijd verkies eigenlijk.